Het verslag van NEC in Spanje 2014 wordt u aangeboden door Weijers Riooltechniek en André Weijers Grond, Water en Wegenbouw BV. A little bit of misfit banter, a little bit of JoJo dancer, a little bit of thoughts of mine coming out the mind of this midnight rambler. Ja, vanochtend hebben we ook getraind, hebben we een beetje hersteltraining gedaan. Vandaag hebben we een beetje positiespel gedaan. Aanval tegen verdediging en op het laatst hadden we een beetje vrije keuze wat je wilt doen. Dus je eigen zwakke punten verbeteren. En, daarna hadden we nog een penalty shootout met de sponsors, dus dat zat er wel lachen. Ja, het ziet allemaal goed uit, goede velden, goede omstandigheden, lekker weer. Dus ja, dan is het altijd wel goed om hier ons voor te bereiden op de tweede helft van de competitie. Dat we moeten realiseren dat we op de laatste plek staan en daar moeten we vanaf, dat willen we ook en daar hebben we denk ik ook de kwaliteiten ervoor, alleen ja, dat moet op een gegeven moment eruit komen en dat proberen we nu op deze trainingskamp te krijgen. Nou, in principe is de sfeer wel altijd goed, we hebben een goede groep met jonge jongens en wat ervaren oudere jongens en qua sfeer is het altijd goed, alleen die sfeer moeten we wel omzetten in het veld dat we de punt gaan pakken. Het verslag van NEC in Spanje 2014 wordt u aangeboden door Weijers Riooltechniek en André Weijers Grond, Water en Wegenbouw BV.